Zo, gaan we even naar het dorpshart kijken. Daar is iets mee aan de hand. Want het schijnt niet te kloppen. Zo. Ja, ik ben dokter A. Orta. Ik ben cardioloog in het naburig ziekenhuis. Waar men heeft gezorgd om mij vrijwillig niet meer te vertonen. En nu heb ik mooi de tijd om mijn vrienden Jacques Broeders en Ruud van Eyckeren, die ik nog ken van de LOE, de lullen zonder elkaar, te adviseren over het Bruisend Dorpshart. Want ze zijn daar nogal bezorgd over. En zoals je ziet ligt er gapend bij. Kijk, en als er iemand verstand heeft van het dorpshart, ja, dan ben ik het wel eens cardioloog natuurlijk. Hè? Zoals u dit hier ziet, dat is niet het zwembad van Kaatsheuvel. Dit is het dorpshart. Zo ligt erbij. En als de gaten in de begroting net zo groot zijn, nou dan zand erover, niet meer over lullen. Ik heb nog een gedichtje voor Jacques. Ik zal het even voordragen. Nou, Jacques en Ruud, laat het hart niet in de schoenen zakken. Maar laat zien dat de gemeente heel wat kan verstouwen en weet dat het goed is om hier te bouwen. Een carré met theater, wat goed is voor nu en later. Laat de goede gemeente niet meer wachten, want ze zitten op cafés en restaurants te wachten. Ja, nog even dweilen, dan kan het feest beginnen. Ik denk dat het dweilen met carnaval wel kan geschieden, zoals het eruit ziet.